Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. We hebben vandaag iets leuks van Play-Doh. Ja, en niet zomaar iets. We hebben de dierendokter van Play-Doh met een hondje die wij beter gaan maken. Afgelopen week moest Roos naar het ziekenhuis, want zij had haar voet gebroken. En ik dacht, weet je wat? Ik ga filmen hoe de dokter in het ziekenhuis gips om de voet van Roos doet. Zullen we daar eerst even naar kijken? En dan gaan we deze doos openmaken en leuk met Play-Doh spelen. Oké, jongens en meisjes. Dit is dus een kamer in het ziekenhuis. En op dat ziekenhuisbed heeft Roos het gips om haar voet gekregen. Maar kijk eens even daarachter. Gelukkig hoefde dat niet bij Roos. Maar dan zie je een monitor om het hart in de gaten te houden. Allemaal slangetjes. Maar kijk eens even daar in de kast. Daar in die dozen. Dat is allemaal gips. En dat is nu nog droog. Maar dat maakt de dokter straks nat. En doen ze om de voet van Roos. Daar zie je nog wat verbandjes. Maar kijk eens even. Wie komt daar net binnen? Dat is de dokter. Die gaat even uitleggen wat precies gebroken is. Ja. En eigenlijk kan je zien dat hier je vlees, zeg maar, zit. Ja. Dus het zit binnen. Dit is de tenen, het zit binnen de tenen, zeg maar. En dan zit hier het gewricht, zo'n verdenking van een fractuur. Exact, ja. Ja, klein dingetje. Ja, oké. Dus het liefst dan wel met... Helemaal goed. Nou, dat was wat, jongens en meisjes. En kijk eens even. Hier is de zuster al bezig om eerst een verbandje om Roos haar voet te doen en haar been. En dan als ze straks het verbandje heeft gedaan, gaat ze de gips omdoen. Moet je maar eens even kijken. Kijk, nu pakt de zuster de lappen gips, die nog hard zijn en droog. Die knipt ze af en die doet ze dan in een bak met water. En let op, als ze in het water hebben gelegen, kijk eens even. Daar is het gips. En ik zei al tegen de zuster, het lijkt wel een beetje op Play-Doh. Want kijk eens even, het is helemaal zacht. Kijk. Je voet, ja. En dan smeert ze dat zo eromheen en dan wordt het straks weer droog. En dan is het gips dus hard. En dan kan de voet van Roos weer beter worden. Kijk eens even hoe mooi ze dat doen. Met klei. Heel leuk, hè? Wauw. Kijk even van dichtbij. Wauw, echt heel cool. Nou, kijk, nog een beetje gips daar zo met puntje. En hier nog een lapje. Kijk, nog even wat extra erbij. Wow, mooi hè. Kijk hoe goed ze dat doet. Echt heel mooi. Kijk, en de Roos die ligt daar rustig. De bovenkant wordt open, dus straks komt er nog één laagje overheen. Dat wordt allemaal mooier. En toen moest Roos in de rolstoel met haar krukken, gingen we weer terug naar de auto. Nou, dat is toch ook wat? Kijk, hier zie je ons nog even door het ziekenhuis heen rijden. Want we moesten helemaal naar de andere kant, naar de spoedeisende hulp, zoals dat heet. En nu gingen we weer terug door het ziekenhuis. Nou, Roos is de krukjes. En dan zie je haar buiten zo nog even lopen. Moet je maar eens opletten hoor. We zijn bijna bij de uitgang. En kijk eens even. Daar gaat ze. En jongens en meisjes. Zijn jullie nou nieuw op dit kanaal of nog geen abonnee? Vergeet dan niet op het rode knopje te drukken hier onderaan de video. Druk even op het rode knopje en dan ben je geabonneerd. En vinden jullie dit een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Zo, een duimpje omhoog, onderaan de video. Nou kom, we gaan snel aan de slag. Zo jongens en meisjes, dat was wat hè, zo met dat gips. Maar ook wel leuk als je nog nooit in het ziekenhuis bent geweest, dat ik dat heb kunnen laten zien hoe het in het ziekenhuis is. Maar dan is het nu tijd om de doos open te maken. Doen jullie mee? Kom, gaan we snel de doos openmaken. Zo. Zo, eens even kijken. Wat hebben we hier? Oh, kijk even. Oh, daar zit zelfs een hondenmandje bij. Oh, wat schattig dit, jongens en meisjes. Kijk nou toch. Oh, die gaan we zo ook even openmaken. Eens even kijken. Ah, wow, dat zijn veel potjes Play-Doh. Laten we eens even kijken. Zo.
Zullen we de kleurtjes weer eens even doen? Dat lijkt mij een goed idee. Gaan we met deze beginnen. Welke kleur is dit? Groen. En dit? Blauw. En dit? Bruin. Rood of roze. En nog een keer rood. Zit er nog meer in? Oh ja, er zit nog meer in, jongens en meisjes. Is de doos leeg? Yes, die is leeg. Ah, kijk eens even. Een stethoscoop. Dan kan de dokter dit in zijn oren doen. En dan kan die luisteren naar het hartje en de longen. Maar er zit nog meer bij. Oh, kijk eens even. Wat is dit? Dit is een pincet. En oh, kijk eens even. Hier gaan we straks gips mee maken. Een verbandje wat Roos natuurlijk om haar been heeft. Een thermometer. Oh, wat leuk. Dit is straks een spuitje. Oh, dit gaat straks boven in het kopje van het hondje voor het haar. Pleisters. Ook heel leuk. Een verbandtrommeltje. Oh, wat leuk dit. Een mesje. Een schaartje. En dit is een spuitje. Wij gaan dit lieve hondje beter maken, jongens en meisjes. Laten we eens even beginnen met de tong van de hond. Nou, die tong maken we rood. Pakken we hier lekker een beetje rode Play-Doh. Moeten jullie eens opletten. Zo. Dan maken we daar een beetje een bolletje van. Oké. Let op. Gaan we hier wat rood in doen. Druk een beetje aan. En moeten jullie opletten, jongens en meisjes. Dan ga ik dus hierboven op zijn haartjes drukken. En dan komt, als het goed is, daar zo de tong uit. Daar komt die. Ja, zie ik al wat? Ja, daar komt al iets. Kijk even. Oh, dit is leuk. Kijk nou toch. Oh, wat schattig dit. Heel leuk. Maar dat is niet alles, jongens en meisjes. Eens even kijken. Zullen we het hondje er eens even uithalen? Kijk eens even. Zo. Kijk, doen we dit omhoog. Zo. Oh, kijk eens even wat lief. Kom er eens even uit, hondje. Oh, dit is leuk. Zo, hé. Oké. Nou, hij kijkt al vrolijk. Maar hij is natuurlijk een beetje ziekjes. Maar zullen we eerst eens even beginnen met leuke haartjes hier eruit toveren? Dat is ook superleuk. Dan doen we een beetje bruin met blauw. Zullen we dat doen? Dat is leuk. Zo. Dat mengen we even een beetje. Zo, kijk eens even. Dan pakken we zijn buikje. Dat doen we hierin. Zo, kijk. En dan zetten we hem hier op de standaard. Let op. Ik duw hem naar beneden en moet jullie eens even kijken of daar de haartjes uitkomen. Let op. Daar komt hij. Ja, ik zie al wat eruit komen. Oh, kijk even. Oh, dit is leuk. Oh, kijk eens. Je kan je... Oh, je kan zijn hoofdje zelf draaien. Oké, doe ik zijn hoofdje even recht. Dan kunnen jullie het nog beter zien thuis. Kijk even. Oh, wat grappig dit. Bruin met blauw. Lijkt een beetje een toverhondje zo. Oh, wat cool dit. Zo, heel leuk. Maar wat hadden we nou nog meer? Kijk eens even. We hadden nog een thermometer. Zullen we eens even een thermometer gaan maken? Let op, gaan we even een beetje draaien. En dan gaan we hier eens even zo. Komt die even. Hoppakee. Zo, dat is één. Maar we gaan nog meer doen. We gaan er ook nog een leuk gezichtje op maken. Dan pakken we een beetje groen. En dan gaan we hier even kijken. Dit is een smiley. Ja, die is leuk. Let op. Gaan we hier wat groen in doen. Moeten jullie eens even opletten. Dan drukken we erop. Zo, kijk. Huppakee. Maar dan die oogjes moeten we nog even beter maken.
Kijk eens even, doen we twee kleine leuke blauwe oogjes. Kijk even, zo. 1. Hier nog eentje. Kijk even, twee oogjes. En dan doen we nog even een smiley zo. Kijk even. Doen we zo omhoog. Even lachen. Dan gaan we even zo de thermometer in zijn mondje stoppen. En dan wachten we even en dan kijken we. Oh, het hondje heeft geen verhoging. Hij heeft geen koorts. Dat is goed nieuws. Maar kijk eens even. Het hondje heeft een verbandje nodig voor zijn staart. Want hij heeft een beetje au aan zijn staart. Dan doen we net als bij Roos een verbandje daaromheen. En die gaan we van bruin maken. Zo. Zo, kijk. Dan maken we zo. Dan duwen we die aan. Dan rollen we daar overheen. Komt die. Zo. Huppakee, kijk eens even. Dit is leuk, dan hebben we gewoon een verbandje. En die kunnen we zo om de staart doen, omdat die beter moet worden. Hehe, is dat niet grappig? Maar dan is het nu tijd, jongens en meisjes, om even naar het hartje te luisteren. Dan doet de dokter deze in zijn oren. En dan houdt hij hem even tegen het hartje aan van de hond. Oh, dit klinkt even iets te snel. Oh, ik denk dat het hondje even een spuitje nodig heeft, een prikje. Dat gaan we even maken. Dan doen we dat hierin. Zo, kijk even. En dan gaan we eens even kijken of we dit er zo uit kunnen drukken. Let op, dit is leuk. Zo, let op. Dan geef het hondje een prikje. Oh ja, kijk even. Daar komt hij al. Zien jullie het? Daar komt hij. Zo. Heel goed, hondje. Nou, heb je een prikje. En daar moet eigenlijk nog een pleistertje op natuurlijk. En dan aan het einde van deze video, dan weten jullie het, hè. Dan gaan we nog de groetjes doen aan heel veel kinderen. Dus blijf kijken. Zo. Kijk eens even, een mooi pleistertje. En die plakken we hierop. Zo. Kom maar even. Hé, dat is mooi. Kijk nou toch. Oh, wat leuk dit zeg. Nou jongens en meisjes, dan weten jullie het, hè. Dan ga ik nu de groetjes doen aan heel veel kinderen. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag de groetjes doen aan Lennon van 4 jaar en Eden van 1,5 uit Landgraaf. Emma van 5 jaar uit Den Haag. Bob van 8 jaar uit Maaskantje. Casper van 5 jaar uit Leusden. En jongens en meisjes, Casper kijkt heel graag naar de video's van de speelgoedmeneer en is gek op treinen. Superleuk, Casper. Levi van 3,5. En Deli van 1,5 uit Oosterhout, Noord-Brabant. Jussie van 3 jaar uit Apeldoorn. En Jussie vindt de klei-video's en dino-filmpjes het leukst. Nou, wat goed, want vandaag weer een Play-Doh-video. Davina van 2 jaar uit Den Haag. Levi van 3 jaar uit Leeuwarden. Zeynep van 3 jaar uit Hengelo. Thomas van 4 jaar en Ilse van 7 jaar uit Dalen. En jongens en meisjes, Thomas en Ilse vragen, wanneer komt Sammy weer een keer in de video om een mopje te vertellen? Nou, dat is een goed idee, dat ga ik binnenkort weer eens even aan Sammy vragen. En ze zijn gek op Play-Doh-video's. Nou, vandaag weer een Play-Doh-video, ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Fabian Nachtegaal uit Papendrecht. Ruben van 3 jaar en Julie van 1 jaar uit Roosendaal. Tuur van 3 jaar en Jens van 1 jaar uit Beek. En jongens en meisjes, Tuur en Jens hebben een gave brandweermanhelm. Oh, wat leuk zeg. Fayenne van 2 jaar uit Sneek. Papa Davy van 34.
Jaden van 10, Keanu van 8, Damien van 3 en Emily van 10 maanden uit Vreeswijk. En jongens en meisjes, iedere ochtend kijken ze met de hele familie naar de video van de speelgoedmeneer. Nou, wat superleuk! Groetjes voor jullie allemaal! Jaylin van Eldik van 3 jaar uit Deventer. En jongens en meisjes, Jaylin is bijna jarig en krijgt een Minnie Mouse verjaardag. Hé, hey, superleuk! Jeleno van 5 jaar uit Hogeveen. Maria Anaroufou van 4 jaar uit Athene, Griekenland. Oh, wat leuk zeg! Ik ben wel eens in Athene geweest. Een hele leuke stad en een mooi land, Griekenland. En jongens en meisjes, de speelgoedmeneer gaat misschien wel met zijn vrouw en Roos en Florien komende zomer naar Griekenland op vakantie. Nou, wie weet kunnen we nog zwaaien? Tess van 4 jaar en Den van 2 jaar uit Klazinaveen. Charlotte van 4 jaar uit Den Bosch en haar mama Annemarie. Boas de Bruine van 4 jaar uit Middelburg. En jongens en meisjes, ook Boas is ontzettend fan van de speelgoedmeneer. En hij vindt het zo leuk, vooral de video van de brandweer. Superleuk! Jasper en zijn kleine broertje Simon en mama Natasja. Hey Jasper, een fijne dag vandaag. Dante van 2 jaar uit IJsselstein. Novan van 2 jaar en Filou van 3 jaar uit Horen. Mees een dame van 3 jaar uit Zaltbommel. En jongens en meisjes, Mason vindt de filmpjes ook heel leuk van de speelgoedmeneer. En als hij een spelletje speelt, dan zegt hij altijd dat Mason ook tegen de kindjes gaat spelen. Hé, hey, superleuk Mason, fijne dag nog. En Bruce van 12 uit Liedekerke. Nou jongens en meisjes, en heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan deze video via die link het formulier willen invullen. En dan doe ik in de volgende video de groetjes aan jou. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En tot de volgende keer. Doei!